staan gereed te popelen om te beginnen. En mag ik de heer Holman eventjes verzoeken bij de microfoon te komen? Gaat het verder zo? Oké. Okay. Dick, stel eerst eventjes de mensen voor die op dit moment in de trick spelen. Aan de linkerhand Jan Brière op slaggitaar. Is hij kaal geworden trouwens? Is hij kaal geworden die jongen, hè? Changes of faces, dames en heren. Ja. Hij kleurt ook inderdaad. Allee, Jan Brière op gitaar. Nou, we blijven rood. Hans Breukel op bas. Hans Breugel. Breukel. Prima, oké. Okay. Robbie Bredewoud, pasgespoten drumstel, uitstekend, zwart. Wat weer opvalt, volgens mij is Rob speciaal naar de zonnebank toe geweest voor dit optreden, of niet? Kijk eens even hoe bruin die is, niet te geloven zeg. Oh, oh, oh. 5 keer geweest en geld terug, dacht ik. Volgende, hey, een bekend gezicht. Niet weg te denken, Schot. Ian, we willen af en toe graag dat hij weggaat, maar hij blijft constant. Hij is er nooit wanneer je hem nodig hebt, maar nu vandaag speciaal voor Nop op wel. Ian Alexander McCauley. Hey, applaus voor Ian! Ik heb er niks meer aan toe te voegen. Oh ja, nog even. Wat is voor jullie het hoogtepunt geweest met de trick? Wat is het hoogtepunt geweest? Dat we 5 jaar geleden gestopt zijn. Dat is het hoogtepunt, maar even serieus. Een leuk optreden. Goldenering, dat was wel leuk. Ik bedoel het normaal. Een paar andere dingen, maar nooit goed genoeg geweest. Maar vandaag proberen we het weer. En zondag, hoe lang hebben jullie nou gerepeteerd voor dit optreden? Nou, we hebben 4 keer een poging gewaagd. Nooit compleet. Op zaterdagmorgen, op het laatste moment, een half uur met z'n 5. Dus ik bedoel, dat kan niet anders dan goed gaan vandaag. Uitstekend, dames en heren. Applaus voor de trick.